Ik loop hier over de Lamgatse Brug. Een belangrijke fiets- en wandelverbinding tussen de gemeentes Moerdijk en Haldenbergen. Maar we gaan deze brug vervangen. We hebben namelijk houtrot geconstateerd en we hebben graag dat deze brug ook in de toekomst heel veilig blijft. Maar het is ook een bijzonder duurzaam en circulair project. Want op de nieuwe brug gebruiken we ruim 80% hergebruikt materiaal. En van de vrijkomende materialen gaan we weer nieuwe stijgers maken later dit jaar in de haven van Oudenbosch. Op het moment dat de Lamgatse Brug werd aangelegd, inmiddels bijna 40 jaar geleden, was ook al duidelijk dat er een moment zou komen dat de brug geheel vervangen zou moeten worden. Dat is binnenkort het geval. En op dat moment moeten mensen komend vanuit Zevenbergen richting Hoeve of Oudenbosch of andersom om moeten rijden voor een aantal weken. Op zich is dat goed te doen en je ziet bovendien een aantal leuke plekken in beide gemeentes. We gaan jullie laten zien hoe dat je rond kunt fietsen. Ga je mee, Thomas? Ja, ik ben er klaar voor. Mijn elektrische fiets staat al aan. Oké. Nou, na een mooi stukje fietsen zijn we weer op Haldenbergs grondgebied aan deze kant van de Lamgatse Brug. En hebben we jullie hopelijk een mooi inkijkje gegeven in hoe je straks de omleidingsroute kunt nemen als wij de brug gaan vervangen. Wil je meer weten over het project? Kijk op haldenbergen.nl of op moerdijk.nl.